In dit filmpje vertel ik meer over hoe je op een eenvoudige manier slim kunt zoeken in Google. Stel dat iemand je vraagt om informatie te zoeken over welke vergunning je nodig hebt om eten te verkopen. Ik kan gewoon zoeken op vergunning eten verkopen. Alleen krijg ik dan informatie die ik niet zoek, bijvoorbeeld informatie over vergunningen in Nederland, of verouderde informatie. Daarom ga ik filters gebruiken. Ik wil zeker zijn dat ik me op actuele informatie baseer. Vergunningsprocedures durven nogal eens veranderen, dus verouderde informatie is uit de boze. Filteren doe ik door op zoekhulpmiddelen te klikken. Let op, zoekhulpmiddelen komen pas tevoorschijn als er al een eerste zoekopdracht is uitgevoerd. Ik klik op elke periode en kies daar afgelopen jaar. Tussen de eerste resultaten staan nu echter veel websites uit Nederland. Ik ben echter niet op zoek naar Nederlandse bronnen over dergelijke vergunningen. Ik wil die er dus uit. Daarom klik ik op elk land en kies voor land België. Met deze twee simpele trucs heb ik op een veel accurater en actueler manier gezocht. Een tweede voorbeeld. Ik ben op zoek naar recente Nederlandstalige informatie over Aix-en-Provence. In mijn Google zoekbalk vul ik in Aix-en-Provence. Ik klik op zoekhulpmiddelen, kies bij taal Nederlandstalig, of pagina's geschreven in het Nederlands, en bij periode afgelopen jaar. Op deze manier heb ik enkel Nederlandstalige pagina's die in het afgelopen jaar zijn geüpdate.